als ik door de polder fiets, dan ja, het is echt een stukje even weg uit de drukte en uit de heisa. En, ja, een soort echt terug naar het natuurgevoel. Je hoort alleen maar vogeltjes fluiten, kikkers kwaken en ja, dat is vet. Wacht, hier zoek ik al een paar weken naar. Je moet ook niet te snel fietsen. Je hebt het idee, dat denk je als je zelf op de fiets zit. Je fietst er doorheen en je ziet alleen maar gras. En je denkt bij jezelf, nou, het leuke graslandje, ik ga door. Maar op het moment dat je juist wat langzamer aandoet, goed om je heen kijkt, stil gaat staan, dan zie je ineens allerlei dingen voorbij komen. En de kleinste diertjes die komen uit het gras zetten. Maar dat was wel echt heel gaaf. Je kijkt door je viewfinder heen van je camera en je voelt dat je het precies goed net scherp stelt en dat je niet trilt en dat soort dingen. En dan denk je bij jezelf van wow, dit is het, dit ga ik gebruiken. De helft van de keren kom je thuis en dan zie je shit, toch net niet lekker gedaan of weet je wel, iets gemist. Of je statief staat scheef als een malle wat je dan niet door had op dat moment. Het lastige is ook dat je op het moment dat je fietst en je ziet iets gebeuren, dan moet je snel van je fiets afspringen zonder te veel lawaai te maken, ding neerzetten, gelijk snel belichten en snel filmen. En dat moet allemaal heel snel gaan. Dus als dat dan allemaal samenkomt, dan voelt het echt als een soort eureka moment, weet je wel. Ja. Het doel van dit is eigenlijk om puur sowieso... Sorry, hoor je spechtje? Dat is mooi, dat is leuk. Die heb ik nog niet op de film gekregen. Het zou mooi zijn als dat nog eens lukt. Die zijn best wel schuw. Het doel hiervan is om gewoon ten eerste, omdat het gaaf is, om een leuke film ervan te maken. En dat wil ik graag delen. En ja, ik wil meer van zulke projecten kunnen doen. En je moet ergens beginnen. Dus dat ben ik maar gaan doen. Zulke momentjes, dat maak je in de stad niet mee.